1 like is 1 Robux. Hoeveel Robux kunnen we verzamelen? Vandaag gaan we van armste naar hopelijk rijkste in Bloxburg. En we hebben een soort van geen huis op dit moment. Nee, ik bedoel, we hebben een bed. We hebben een plant en een fruitmand. Hé, hey, dat ruimt. Gelukkig hou ik van appels. En oh ja, we hebben ook een fiets met zijwieltjes. Dat is de enige die we konden betalen. Dus eigenlijk gaan we van dakloos naar miljonair. En om dat te doen, gaan we elk soort baan nemen in Bloxburg. En onze eerste baan, een visser. Dit is een coole hoed. Oké, volgens mij moeten we deze kant op. Gooien we onze hengel in het water. Wachten we. En onze eerste vis. Dat ging makkelijker dan ik dacht. Maar hey, laten we eerlijk zijn. Dit is pas de eerste baan. Met andere woorden, om de rijkste te worden, moeten we er misschien wel 2, 3, 4, 5 extra bij nemen. Oké, dit ging goed. $63. We dragen al maanden dezelfde kleding. Op naar onze volgende baan. We werken in een garage. En we hebben hier iemand met een motor. En die wil ze paars hebben. Oké, geen probleem. Ziet er goed uit. Volgende. Jij hebt benzine nodig. Natuurlijk hebben we dat. We vullen hem met benzine. En we zijn klaar. Klant nummer 3. Ook benzine. Geen probleem. Alsjeblieft. En wat wil jij? Jij wilt een paars. Paars. Hupsakee. $127. Dat is nice. Maar je raadt het al. Op naar onze volgende baan. Om de rijkste te zijn, moeten we letterlijk elk soort baan in Bloxburg aangaan. Extra tasje. Misschien kunnen we zometeen dan eindelijk een muur kopen. Dat lijkt me op zich best wel handig. Extra tasje. Sommige mensen hebben een hoop boodschappen. Daar ga je. We zijn gepromoveerd. Dat betekent meer kaching. Kaching betekent geld. Deze persoon houdt van chips en appels en druiven. Hij heeft een gevarieerde bak met boodschappen. En hij heeft er een hoop. We zijn al bij onze derde tas. Vierde tas, appel en daar ga je. Dat was een mooi dagje. $48. We hebben nog even voor het donker is. Nog één baan. We zijn een schoonmaker. Ugh. En daarover gesproken. Misschien moeten we onszelf eens schoonmaken. Oké, we gaan naar buiten. En hier hebben we het allereerste troep. We halen het weg. Weg. Van hier. Oh, wie heeft dat nou weer gedaan? Er is letterlijk hier een container en die persoon gooit het hier. Maar wij houden Bloxburg schoon. Oh, het is al avond. Oké, snel, hier in dit steegje. We zijn wel goed in ons werk. En hier het laatste beetje. En dan hebben we Bloxburg weer een stukje schoner gemaakt. Oh my gosh, en zelfs aan de muur. Maar wij halen het weg. Oké, nice. $55. Man, het is nacht. De vraag is, gaan we naar huis? Eigenlijk bed op de grond. Om te slapen? Of gaan we voor een nieuwe baan? We gaan voor dat tweede. Let's go. Volgens mij moeten we gewoon mappen met de pickaxe. Eigenlijk spelen we nu Minecraft, maar dan in Roblox. Maar man, we werken al dagen achter elkaar. $38. Ik hoop niet dat ik hier de weg kwijtraak. Man, het is al laat. Maar nog steeds zijn we niet klaar. We moeten deze dozen pakken en die moeten we naar de producten brengen die op zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat er genoeg cola is. We zijn gepromoveerd. Dit gaat lekker. Maar natuurlijk ook dat er genoeg appels zijn. Volgende. En natuurlijk de chips. Een favoriet van velen. Kom hier, doos. Je gaat met mij mee. Bonen of meloenen? We gaan voor de meloenen. En ach ja, nu we toch bezig zijn. Doos bonen. Dat was weer een lange avond. $71. We hebben $774 in totaal. Dus als we dit een week zouden volhouden, kunnen we al een stuk meer. Maar eerst een dutje. Het is inmiddels een week later. En ik moet zeggen, we hebben best wel wat vooruitgang geboekt. We hebben in totaal een stuk of 7 banen. En daarmee inmiddels meer dan $10.000 verdiend. 5 minuten geleden sliepen we nog op de vloer. Oké, dat doen we nog steeds. Maar het gaat de goede kant op. Om de rijkste te zijn, moeten we ook geduldig zijn. We kunnen niet verwachten dat het uit de lucht komt vallen. Nee. Jij wilt nog een burgertje. En dat was hem weer voor vandaag. We hebben de hele nacht gewerkt. Weet je wat? Ik vind dat wij een nieuwe outfit verdienen. Dus we gaan van dit naar dit. Het kostte misschien heel veel. $700 of zo. Maar we hebben het verdiend. En nu is het weer werken geblazen. Want de rijkste in Bloxburg heeft een huis. En dat hebben wij nog niet. We hebben trouwens nog wel wat extra geld. En misschien moeten we dat investeren. We moeten namelijk zo vaak van de ene naar de andere plek. Wegens al onze banen. Dat we vaak een hoop tijd verliezen door de driewieler. Wacht, noem je dit een driewieler? Je snapt wat ik bedoel. Dit ding hier. Dus weet je wat? Bam! De helft van ons geld is weg, maar dit gaat vele malen sneller. Oh my gosh, ik dacht dat ik stonk. Het kan altijd erger. Op naar onze baan. Hout zagen. Oh my gosh, dat ziet er gevaarlijk uit. Volgens mij moet ik het hout verzamelen. Ja, we staan bij een boom en we mappen op de boom. Dat is alles wat we moeten doen. Sorry, boom. Ik heb geen andere keus. Oh my gosh, volgens mij moet ik alweer bij mijn volgende baan zijn. En dat is pizza's bezorgen. Het is 11 uur 's ochtends en mensen bestellen al pizza in Bloxburg. Ach ja, misschien zouden wij dat ook wel doen als we niet aan het werk waren. Wie, oh wie heeft een pizza besteld? Is het een creepypasta? Is het een noob, een pro? Is het mijn oma? Mijn oma eet pizza met mes en vork. Het is vreselijk. Alsjeblieft, mevrouw. We zijn weer gepromoveerd. We zijn goed bezig. Ik denk dat als we dit een maand volhouden in plaats van een week, dat we misschien wel een huis kunnen kopen. Dus ja, ik ben nog wel even bezig. Het is inmiddels een maandje later. En oh my gosh. We hebben $20.000. Dus eindelijk, en dit is een emotioneel moment, kunnen we vaarwel zeggen tegen ons bed.
Vaarwel. Dat was makkelijker dan ik dacht. En nu is het tijd voor ons eerste echte huis. En oh my gosh, dit is prachtig. Het heeft muren, een deurmat en zelfs een deur die open kan. We hebben een woonkamer. Onze plant is gegroeid. Wat is dit voor vierkant ding? Het komt uit de toekomst. We doen het snel uit. We hebben een boekenkast. We hebben zelfs hier toiletpapier met een toilet. Dit is bizar. En als we deze kant op gaan en we doen deze deur open, ons bed is gegroeid. Nee, dat is niet waar. Dit is gewoon een ander bed, een beter bed. En ons slaapgezicht is grappig. Nou, we hebben geen tijd om te veel te chillen, want we moeten gewoon... Oh, we hebben nog een slaapkamer. We moeten gewoon weer door. We zijn nog steeds op een missie. En nu zal het snel gaan. Want omdat we zoveel verschillende banen hebben, ook op plekken waar je kunt eten, krijgen we bijna... promotie ook. Maar krijgen we bijna overal korting. We kunnen ijs eigenlijk zo goed als gratis krijgen. En hetzelfde geldt voor hamburgers, pizza, fruit. Eigenlijk alles uit de supermarkt. Dus als we op deze manier doorgaan, kunnen we gratis eten en al ons geld... Oh, heb ik het fout gedaan? Oh nee, al ons geld sparen. Jij wil een bakje met vanille. Oh, dat is één. Ik wil er twee. Ja, dankjewel. En een beetje van dit. En dan gaan we naar jou toe. En dan ben jij blij. En dan ben ik dat ook. We zijn weer klaar. $58. En gratis ijs. Dit is verrukkelijk. En het handige is, onze ijsbaan zit naast onze vissersbaan. Dus we kunnen gelijk, hupsakee, door met werken. En ja, als we een gratis goudvis willen, dan krijgen we die ook. Ik denk serieus dat als we op deze manier doorgaan, met alle kortingen en alle investeringen, dat we misschien over een kleine maand nogmaals kunnen verhuizen. En daarna zullen we misschien wel de rijkste in Bloxburg zijn. Wat hebben we verdiend? $52. Maar we bezorgen niet alleen pizza, we maken ze ook. Eerst wat deeg, beetje tomatensaus, beetje kaas, pepperoni en klaar. Ik wil die pizza eten, maar het is voor de klant. Beetje tomatensaus, beetje kaas, beetje groente en we zijn klaar. Er is alleen één probleempje. We hebben natuurlijk laatst een betere fiets gekocht. Alleen met zoveel banen hebben we eigenlijk nog iets snellers nodig. Met andere woorden, het is tijd. Doei pizza, ik ga je missen. Ik vond je mooi met al je pepperoni en kaas. Voor onze eigen motor! Hiermee kunnen we veel en veel sneller naar ons werk toe. Maar wacht, het is nacht. Misschien kunnen we beter, hopsakee, eventjes uitrusten. Ik bedoel, we hebben immers dit prachtige huis. We kunnen op de bank zitten. We kunnen in bed liggen. En je raadt het nooit, maar we kunnen zelfs op het toilet zitten. Of natuurlijk lekker in bad met onze kleding aan. Hé, dat scheelt weer, dan hoeven we het niet te wassen. We besparen water. En laten we wat eten. Het is niet al te gezond, maar we hebben een beetje haast. We hebben namelijk een nachtdienst. 'S Nachts is namelijk het moment waarop we de producten in de supermarkt restocken. Restocken, dat betekent bijvullen, weet je wel. Maar ik zeg het in het Engels, want dat klinkt slim. Wat hebben we nog meer tekort? Oh, hier, cola. Wacht eens even. Als we nou vaker in de avond gaan werken, verdienen we meer. En als we dan ook nog de juiste investeringen doen, kunnen we misschien over een maandje, twee maanden weer verhuizen. Oh nee, er zijn te weinig waterbanoenen. En ik heb het gefixt. Ik bedoel nogmaals, om de rijkste te worden in Bloxburg, moeten we doorgaan op deze manier. En de chips is op. Dat komt omdat iemand die hier werkt dat de hele tijd mee naar huis neemt. En oh my gosh, er staan nu al klanten. Ja, die moet ik morgen allemaal te woord staan. Of eigenlijk niet, ik moet gewoon hun producten scannen. Ik zeg niks. Wat hebben we nog meer? Oh ja, nog meer chips. Ja, laten we het daar niet nog een keer over hebben. Er is iemand die het meeneemt zonder te vragen en ik weet niet wie het is. Oké, misschien een beetje. Nou, we houden dit nog een tijdje vol. En dan is het tijd om te verhuizen. En yes! Oh ja, het is donker. We hadden een nachtdienst. We hebben zoveel verschillende banen gehad. En we zijn nog steeds bezig. Waardoor we nu $50.000 hebben. Oké, misschien hebben we een beetje geluk gehad. We hebben wat dingen in de woning verkocht die we niet nodig hadden. En daarmee hebben we een extra zakcentje gekregen. Maar nu is het tijd voor de badkamer. Waarom zeg ik dat? Ja, dat wordt op een ander moment. De wekker gaat. We moeten naar ons werk. Maar voordat we dat doen, eerst een nieuwe aankoop. Ons nieuwe huis. Het is donker, dus je kunt het misschien niet goed zien. Maar het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om de binnenkant. En check dit. We hebben een grotere woonkamer. Een extra stoel voor een extra bil of twee. Hier hebben we nog een mooie keuken. Grotere koelkast. En als het goed is, een mega slaapkamer. Hé, we hebben ook kunst. Dit ga ik verkopen. En wat hebben we hier? Oh, we hebben zelfs een inloopkast. En ik kan erin chillen. En oh ja, misschien hebben we een klein beetje te veel geld aan kleding uitgegeven. Wat hebben we nog meer? In het begin van de video sliepen we op de grond. Oh ja, ik zit even op het toilet. Ja, sorry, ik heb het zo druk. Ik moet dingen combineren. En nu hebben we een mega huis. Deur dicht. En ik zou graag nog veel meer willen. Laten zien. We hebben een garage. Maar we hebben gewoon niet zoveel tijd. We moeten namelijk weer aan het werk. En er zijn zoveel mensen die naar de kapper willen in Bloxburg, dat de zaak zelfs in de nacht open is. Dus ja, we blijven aan de slag. Is dit goed?
Oh, we hebben een foutje gemaakt. Sorry, kom vooral terug. Ah, dit moet wel lukken. Kijk, deze is wel tevreden. We komen steeds een stapje dichterbij. Het zijn van de rijkste in Bloksburg. Sorry, jullie mogen een andere keer. Ik heb meerdere banen. Er zijn gewoon best wel veel mensen die 's nachts zin hebben in een snelle hap. En vandaar werken we hier. Jij wil een cheeseburger met een patatje? Moet je dan geen probleem. Geen cola voor jou. Ik drink hem wel. Volgende klant. Oh, jij wil een... Oh, dat is een verkeerde. Jij wil deze, alsjeblieft. Hij is wel op de grond gevallen trouwens, maar zult niet proeven. Een lekkere burger met een patatje. Zeker weten. Nou, dan doen we dat. Geen enkel probleem. We zijn een beetje moe. En misschien is het toch ook wel tijd dat we zometeen... We zijn gepromoveerd. Een nieuwe outfit erbij halen. Ja, laten we dat nu even doen. $81. Ik bedoel, het wordt nu ochtend. Dus als we snel zijn, zien we er goed uit voordat mensen ons zien. En wauw, dit ziet eruit als een hele upgrade. We hebben zelfs een rugtas. Alleen klaar zijn we nog niet. Het begint namelijk nu echt licht te worden. En wat doen mensen in de ochtend? Boodschappen. En wij mogen scannen. Dus we gaan alvast klaarstaan. We pakken een tasje. Een banaan, een cola, een bloksie. We hebben een extra tasje nodig. Bonen, een bloksie, een banaan. Fijne dag verder. Volgende klant. Wat heb jij? Chips, bloksie en druiven. Dat is gezond. Nou, dan gaan we dat even voor jou scannen, meneer. Hupsakee. Oh, oeps. Ik was te snel. Sorry. Kunnen we niet gelijk wat meer tasjes neerzetten? Dat is een stuk makkelijker. Dat gaat veel sneller. Ben je klaar? Dat waren overdreven veel boodschappen. Fijne dag verder. Het is nog even een maandje doorzetten. Want volgens mij, als we dat doen, is het weer tijd voor een verhuizing. Alsjeblieft. Ik neem zometeen wat van die druiven mee. Nee, ik reken het netjes af. Hupsakee. Dat was een productieve ochtend. Alleen de ochtend is nog niet voorbij. Laten we eindelijk even wat vrije tijd nemen. En dat doen we hier. Dit is een van de weinige plekken in Bloksburg waar we niet kunnen werken. Maar hey, we kunnen er sporten. En oh my gosh, we zijn lekker bezig. Appeltje, eitje. Ja, het klinkt alsof we misselijk zijn. Dat was een mooie ochtendsport. Maar wat belangrijker is, de troep die mensen achterlaten in Bloksburg. Ja, aan de ene kant, dat is wel de reden dat wij extra geld verdienen. Dus we halen het weg. Eeuw, wat is dit? Serieus? Hier is een prullenbak. Je gooit het op de grond. Dan ben je niet slim. En wat is het überhaupt voor drankje? Het is paars. Is het een slushpuppy of zo? Weet je, het maakt niet uit. Ik ben niet van plan om het te drinken. En nu de allerlaatste. Voor deze ochtend. En dan is het even doorzetten, want ik heb hier een goed gevoel over. Waar ik ook een goed gevoel over heb, is dat we klaar zijn met werken net naast Bloksie Burgers. Ik geef me over. Ik neem een hamburger. En ik eet hem op zonder dat ik ga zitten. Ja wat, we zijn druk. We hebben geen tijd om te zitten. Onze bil zit een andere keer maar. We gaan weer naar buiten. Het is nog geen 10:00 en mensen eten nu al fastfood. Waren wij net degene die net een burger aten? Ik bedoel meer, we gaan pizza... leveren, bezorgen. Gooien. Het zou best wel handig zijn als we gewoon die pizza zo woep, gewoon konden gooien en iemand vangt het op. Het scheelt ons een hoop tijd. Oh, jij. Hè, met je roze shirt. Hoe voel je je dat je pizza bestelt om 10:00 Alsjeblieft, geniet ervan. Oh, we gaan weer terug. Misschien moeten we wat meer risico's nemen. Misschien als we meer risico's nemen in dit spel, dat we sneller de rijkste kunnen worden en... Sorry, ik viel in slaap, want alles wat ik zei was saai. We zitten op de motor. En serieus, dude. Je staat daar? Dat is nog in 10 stappen van het pizza-restaurant. Maar hier, wij verdienen er geld mee. Doe het vaker. Ik bedoel, ik kan gewoon letterlijk achteruit rijden om de volgende pizza te pakken. Zo dichtbij was het. Welke pizza is de uitverkorene? Jij bent het. Ja, de anderen waren stom. Grapje. Ik eet jullie later. Hou van jullie. Oh, serieus? Luister, dit is heel chill. Wij gaan honderden euro's verdienen omdat hier gewoon een dude staat die pizza bestelt op, ja, 10 meter afstand van de pizzeria. En nu ben jij de uitverkorene. En nu staat er iemand daar. Besef, ik hoef gewoon eens de... Ach ja, $200. Ik stopte per ongeluk met werken. We gaan nu weer een maandje door met werken. Want dan is het uiteindelijk tijd voor de grootste verhuizing tot nu toe. Waar moeten we nu heen? Oh nee, door de sneeuw. Ik ben geen meeuw. Ja, dat heeft er niks mee te maken, maar het rijmt. Hallo boom, heb jij een pizza besteld? Nee. Een boom hier. Hallo, jij boom? Nee, ook niet. Oké. Wauw, deze dude bestelt pizza en is daadwerkelijk meer dan 10 meter van de pizzeria. Waar staat die dude? Oh, daar is... Wacht eens even. Ben jij niet dezelfde die nu al 5 keer een pizza heeft besteld? Ach ja, wat kan mij het schelen hier? We verdienen er geld mee. We gaan door met werken. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Het is een maand later en we hebben zo hard gewerkt dat we meer dan $200.000 hebben. Volgens mij zijn we de rijkste in Bloksburg. Misschien hebben we de Bloksburg loterij gewonnen. Maar laten we het erop houden dat we hebben gewerkt. Dit is zo nice. Huis, ik hield van je, maar... ik heb geen tijd voor een emotionele speech. Het is tijd voor nieuwe kleding. Oh, ik kan niet wachten. Oh my gosh, dus dit is hoe het voelt om de rijkste in Bloksburg te zijn. Het zit eigenlijk helemaal niet lekker. Een pak gemaakt van goud. Wie zijn idee was dat? Oh my gosh, dit is amazing. We hebben zelfs een diamantje op onze kraag. Ja, eigenlijk vind ik het niet zo mooi. Maar wauw, het is wel een upgrade. Maar nu is het tijd voor de grootste upgrade. Ja wat, ik had zin in pizza. Ook al zijn we rijk, we mogen wel een pizza eten. Maar de grootste upgrade gaat zijn ons huis. Oh... my gosh, we hebben een brievenbus. Dat is een mooie brievenbus. En trouwens ook een...
een leuk huis. We hebben het grootste huis, het duurste huis in Bloksburg. We gingen van dit, zo op de grond, met een fruitmand, naar dit. En het is best wel cool. En trouwens, al ons geld is op. We hebben al ons geld uitgegeven aan dit gouden pakkie en dit huis. Maar het was het waard. En we gaan eens even checken hoe het er van binnen uitziet. De geur van kaviaar. Oh, serieus? We hebben 2 deuren voordat we naar binnen kunnen? Oké. Wow. Dude, het is een beetje donker. We hebben een wereldbol. Dat zegt dat we verstand hebben van dingen. En wat hebben we hier? Oh my gosh. Een nog grotere tv. Een schilderij. Een piano. En we spelen ineens piano. En wat zit hierachter? Laat maar raden. Het is een kantoor. Wauw. Ja, hier gaan we nooit naar. Wacht eens even. Heb ik al gezegd dat iedereen eventjes moet wachten? We hebben een zwembad. Oh. Waarschijnlijk gaat ons gouden pak zo meteen roesten. Een zwembad met een duikplank. En een zwembadbal. En eigenlijk gewoon alles wat je bij een zwembad kunt verwachten. Je gaat niet helemaal uitleggen, want het is gewoon een zwembad. Gewoon water in een gat. En het is. Waarom heet het eigenlijk geen zwemgat? Nou, waarschijnlijk omdat het niet zo nice klinkt. Wauw. We hebben nog niet eens alle kamers. Wat is dat, een garage? Oké, wacht. Wacht even. Ik weet het. We zijn enthousiast. We zijn blij. Maar we moeten eerst even rustig de tijd nemen. We hebben een keuken. Met onze eigen keukenrol. Oké, het ziet er goed uit. Mooie koelkast. Leuk. Wat hebben we hier? Dit is een extra soort woonkamer. Extra kamer. Wat hebben we hier? Dit is een boekenkast. En dan hebben we hier de garage. Waar is de slaapkamer? Op zich is het wel handig dat we zeg maar zo'n ding hebben waar we op kunnen liggen als we moe zijn in de avond. Hoe heet dat ook weer? Oh ja, een bed. Besef dat dit huis zo groot is dat we gewoon nu al de weg kwijt zijn. Ik bedoel, we hebben hier een tv en die kunnen we aanzetten. Nee. Ja, oké, dat is wel weer genoeg tv voor vandaag. En we hebben een bed waar we lekker kunnen slapen. En wat zit hierachter? Laat me raden. Het is de badkamer. Het is de badkamer. Dat is een kamer met een bad. Yeah. Yeah. En ja, natuurlijk moeten we de toilet even testen. Ja, oké. Ja. Wauw, het is gelukt. Licht uit, licht aan. We zijn van de armste naar de rijkste in Bloksburg gegaan. En het is amazing. En ja, dat was een avontuur. Abonneer voor meer avontuur. En ik zeg adios.